Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik ben gisteren in de douche geweest, dus ik heb weer één grote pluisbol op mijn kop staan. Dan zit het niet, dan wil het niet, et cetera. Dus ik doe het er maar even mee. Ik ben het aan het lang laten groeien. Ik twijfel wel steeds of ik het niet weer korter kan knippen. Wat vinden jullie? Laat even weten. Vanochtend heeft Niels Jordi weggebracht, maar Niels is eerst met mij eventjes mee geweest om Liam naar zijn nieuwe klasje te brengen. Het moest via een andere ingang. Dus ja, dat was even helemaal anders. En het manneke ging ook allemaal huilen en doen. En dan heb ik al zoiets van, oh, kom maar hier mannetje, ga maar weer met mama mee. Maar goed, toen ben ik daarna eventjes naar de winkel geweest. En nu ben ik even aan het uploaden. Ik heb met Sam gekrold. Ik heb van alles al gedaan. Ik moet daar nog wel eventjes wat dingetjes bij elkaar zoeken voor de logopediste van Jordi. Maar of ik doe daar vanavond heel eventjes samen met Niels. Want ik moet ook in Niels zijn e-mail daarvoor zijn. En die weet er allemaal precies te staan en te zitten en te doen. Dus ik denk dat ik dat even doe. Dat ik er even op wacht. Dus maar ja, maar nu ben ik samen met Sammy. En Sammy is lekker aan het spelen. En zo nu en dan aan het kroelen met me. En ja. Ik heb wel één ding met mezelf afgesproken. Kijk, Jordi gaat nu dadelijk uiteindelijk 5 dagen in de week naar school. Liam gaat 4 ochtenden in de week naar school. En Sam gaat 2 ochtenden in de week. En op vrijdag heb ik gewoon geen kindjes. Ik ga een beetje tijd voor mezelf inplannen. Ik ga binnenkort even een afspraak maken bij een fysiotherapeut. Voor mijn lichamelijke gestel. Het is namelijk zo, ik heb fibromyalgie en mijn rug zit zo vast met knopen en ontstekingen. En het is gewoon niet fijn. Ik heb het ook met de fysiotherapeut van Jordi over gehad. Dat ik gewoon mijn rug eens los ga laten masseren. En dan ook nog eens het zo laat doen dat ik uiteindelijk het alleen maar nog bij hoeft te laten houden. Dus zal de eerste bijvoorbeeld maand, anderhalf maand zo, dat ik iedere week moet gaan. En dan dat ik het gewoon zeg maar 1 keer in de 5 weken, 1 keer in de 3 weken, 1 keer, weet je wel zo. Dus daar ga ik mee aan de slag. En ik heb afspraak gemaakt met mezelf om ook iets meer aan mezelf te gaan doen. Ik weet niet of ik dat ga volhouden, maar hey. We gaan het zien. We hebben Liam opgehaald. Hoe was jouw eerste dag op schooltje, jongen? Hoe was je eerste dag? Moet je nog fles? Nee? Ben je klaar? Oké. Hoe was je eerste dag? Was het leuk? Was leuk. Mama heeft al schoenen luier aan gedaan. We hebben alles al geregeld. Het is nu alleen nog maar even een flesje drinken. En dan gaan we daar naar bedje, hè? Gaan we even lekker slaapje doen. Proberen in ieder geval, hè? Ja, ze zei, hij heeft geen ritme, hij heeft dit niet. Nee, dat klopt. Dat heeft hij allemaal niet. Hij wil niet uit een beker drinken. Hij wil uit zijn rietjesbeker drinken. Dat is wat hij wil. Hij wil niks anders, dus lijkt op papa. Het gaat gewoon wennen zijn. In de kring zitten wou hij ook niet. Nou, dan moet hij maar allemaal gaan leren. Het is toch een soort voorbereiding op school. Dus ja, iets gestructureerder. Het is de eerste dag. Kan allemaal, hè? Ja, joh, dat duurt wel een paar jaar voordat ze dat erin hebben zitten. Als ik Niels een beetje ken, die is nu nog tegendraads. En zijn moeder is niet veel anders. Moet niet gekker worden hier. Ze zijn geruild. Hé, gaan we geruild? Ja.
Ja, duiveltjes. Jullie zijn een stelletje duivels. Stelletje duivels. YouTube Kids. Tijd om Jordi wakker te maken. Ik was al bezig met hem wakker te krijgen, maar het lukte niet. Een hele goede morgen. Jordi is vandaag thuis. Die gaat nu nog niet momenteel op dinsdag naar school. Want op dinsdag naar school gaan is voor hem nog eventjes te hectisch. Hij gaat nu deze week 3 dagen naar school. En dan gaan we vrijdag even bepalen of dat hij de woensdag erbij krijgt. Dus dat hij op woensdag ook naar school gaat. Liam is wel naar schooltje. Die hebben we gebracht. Die wou niet. En vanochtend hadden we eigenlijk om 8 uur fysio. Maar ik stond om 8 uur nog steeds thuis. De koning wou niet. Toen had ik de koning eenmaal in de bollenkar zitten. En toen wou ons prinsje niet. Want ons prinsje dacht bij zijn eigen, ik zie mijn schooltas. Dus Liam die was alles aan het doen om mama tegen te werken. Ja, toen heb ik hem uiteindelijk gelokt met een krentenbol. Ja, die wou die eerder ook niet eten. En toen ineens wel. Dus toen is hij al happend, is hij in de bollenkar gegaan. Toen ben ik gauw naar de fysio toe gegaan. Ondertussen natuurlijk app-contact gehad. En daarna hebben we Liam afgegooid. Ben ik gauw naar de winkel gegaan. Ik heb voor 2 dagen eten in huis. Dus dat is helemaal mooi. Hè? We hebben 2 dagen gauw boodschappen gedaan met z'n tweetjes, hè? Ja, we hoeven morgen niet naar de winkel. Ik heb de etter al weer opgehaald. Had goed gehad. Prima. Top. Ik wil morgen Indisch eten eten. Dus ja, dan moet je er ook dingen voor maken. Dit is voor dadelijk bij de aardappel anders. En dan heb ik ook rode bieten bij. Maar ik heb hier smoothjawa lekker aan het pruttelen. Had ik in mijn stoompan kunnen doen. Maar ik ben hem nog aan leren kennen. Dus ik durfde met dit recept daar nog niet te doen. Hier heb ik hete ei. Die hoort er ook bij. Mijn kip. Ik heb kippenbouten. Die heb ik in stukken gemaakt. En die doe ik morgen in de slowcooker. Gewoon simpel beginnen. Laten we daarmee starten. Dan hoef ik morgen alleen nog maar eventjes die slowcooker aan te slingeren. Nasi te maken. En dan hebben we ons eten. In die nasi zit natuurlijk dan ook gewoon groentes, et cetera. Dus ja, vandaar. Ik was iemand helemaal beu. Ik wilde gewoon lekker even kokkerellen. Mijn ding doen. Hey, dit gevalletje hier. Bloed onder mijn nagels vandaan. Ik heb geen bloed meer over. Dus ja. Liam die heeft net op de bank geslapen. Die wilde niet slapen. En Jordi ook niet. Maar Jordi heeft wel even in bed gelegen. Hey. Dus ik ga even luiers doen. Jordi heb ik net al gedaan. Die van Sam en Liam moet ik nog even doen. Dus ja, en dan doe ik ondertussen even vaatwassen inruimen, et cetera. Jullie kennen het allemaal wel, de opruimen. Dat kan je doen. Goedemorgen. Gisteren heb ik niet veel meer gevlogd. Ik had gewoon echt niet de puf. Ik had niet de puf. Ik ben verkouden aan het worden. Kindjes werken niet allemaal even goed mee. Vanochtend gaat alleen Sam naar de dreumesklasje. Dus we hebben even tijd. Het is nu 8 uur. Ik ga zo de kindjes aankleden. En dan op het gemakje ze wegbrengen. Ik ben echt verkouden aan het worden. Gewoon neusverkouden. Er is verder niks aan de hand. Het is geen corona of wat dan ook. Want het is echt puur alleen dit. Maar ik heb het niet alleen. Mijn kinderen ook. Dus ze hebben het vanuit het schooltje meegebracht. Naar hier. Gezellig. Want Liam is ermee begonnen. Sam die is nou ook bezig. En ik ben bezig. Dus we hebben het vanuit het schooltje meegekregen. Wat is er nou? Vannacht hebben we allemaal ruk geslapen. Want ik heb vannacht niet goed geslapen. Jordi die was wakker.
Wat is er nou? Wat is er? Wat wil jij? Waarom moet hij daar staan dan? Liam. Hey. Ik geef hem aan Liam aan de slag, want die is chagrijnig. Bloedchagrijnig. Die was ook al om 6 uur wakker. Hij niet alleen. Hij ook. En onze andere grote vent ook. Maar die is weer in slaap gevallen. Dus ja. Ik ga eventjes mijn spullen redden voordat ze daar kapot gaan. Ik heb Sam weggebracht naar schooltje. Liam vond het niet tof. Maar hij accepteerde wel dat hij niet mee naar binnen ging. Dus dat is alleen maar goed. En nu ga ik voor het eerst mijn slowcooker gebruiken. Ik ga de kippenpoten in doen. Ik ga het even versnellen. En dan gaan jullie zien wat ik doe. Ik heb hem met kokend water nu gedaan. Ik heb hem op warm staan, dus hij gaat nu voor de eerste keer aan. We gaan het gewoon zien hoe het werkt. En we zijn lekker aan het eten. Dit is de kip dus geworden. Hij valt zo van het bot af. Dit is echt wat dat betreft heel goed gelukt. Ik hoef niet veel te doen en hij gaat er al af. Oké. Okay. Hij is echt lekker. Dit is Moor Jawa. Sambal goreng telor. Dit is gewoon nasi met satésaus en de komkommetjes dan. Dus wij gaan lekker eten. Papa, is het lekker? Nee. Maar ik wil wel nog een bordje. Dat is. Ja. Nou, daar zit ik even op de bank. Even pauze. We hebben gegeten. Daarna ijsje gegeten, zoals jullie zagen. Jordi, Liam en Sam liggen al op bed, liggen ook al te slapen. Oh, ik hoop dat ze blijven slapen. Niels is heel eventjes weg, want die moest nog eventjes bij iemand iets doen. Weet ik het. Ik hou er allemaal niet bij. En ik ga zo dadelijk even flesjes afwassen en dat soort dingen, want dan moet ik ook al 2 dagen. Dat dus. En moet nog even in de keuken opruimen, afdoen, et cetera. Brood maken voor Jordi. Voor Niels hoef ik volgens mij geen brood te maken. Dus ja. Dan moet ik ook nog voor Jordi en Liam kleding maken. Of klaarleggen. Tas klaarzetten voor morgen. Dus ja, dat moet ik allemaal doen. Ja, dat is eigenlijk wat ik wil vertellen. We hebben zo nog gedoucht en alles erop en aan. Dus. Ben moe.
Ik voel me eigenlijk gewoon niet lekker. Ik heb geen koorts. Dat niet. Tenminste, ik heb niet het idee dat ik koorts heb. Meestal als ik dat niet heb, dan... Als ik dat gevoel niet heb, dan heb ik het ook niet. Dus dat is het voordeel. Alleen het zit hier. Hier zit het helemaal vol. En daar heb ik altijd zo'n last van. Hè. Want ik ben een neusademer. Ik ben geen mondademer. Dus ik word helemaal lijp als ik niet fatsoenlijk door mijn neus kan ademen. Dat is een beetje een dingetje voor mij. Maar goed. Ik ga dat eventjes doen. En dan in de volgende swipe is het weer de volgende dag. En waarschijnlijk is het dan weer zo hectisch dat het mij niet lukt om te vloggen wanneer ik Liam naar school heb gebracht. Maar daarna ben ik natuurlijk alleen met Sam. Dus hè, dan heb ik er wel weer tijd voor. Een hele goede morgen. Wij zijn samen. Lekker, lekker samen. Ja. We hebben Liam weggebracht. Niels heeft Jordi weggebracht. En dan zijn we samen tot 12 uur. Ja, kwart voor 12 moeten we halen. Ja. En ik moet eventjes melk halen. Ja. Ik heb al wel weer was aan staan. En dat allemaal. Ja. Dus ja, ik heb alweer was aan staan. Ik moet er allemaal opvouwen, maar morgenochtend heb ik geen enkel kind. Dus dat betekent dat het voor mij even makkelijker is om boven van alles te doen. Ik wil daar nog wel even opruimen, maar dat doe ik al wanneer ik die twee etters in bed heb liggen. Ik weet sowieso dat hij slaapt. Dus ja, hè. Ik moet echt veel doen nog boven. Ben je niet aan toegekomen? Wat wil je allemaal vertellen? Ik denk niet dat ze je moeder allemaal zo willen blijven zien. Ze vinden jou veel leuker. Nee, je bent niet achter de telefoon. Even verder met hem knuffelen en speulen. Je hebt een fruitje gehad, hè? Moe, kom maar. Ja, kom maar. Ik heb 3 slapende kinderen. Eentje heb ik opgehaald als slapend. En deze 2 waren onderweg in slaap gevallen. Kijk ze dan hetzelfde met hun koppie liggen. Nou, ik ga ze allemaal maar eens even uit de auto halen en alles doen. Want ja, hè? We kunnen niet eeuwig in de auto blijven zitten. Ik had... Jordi uit de auto gehaald. Die is op de bank nog even verder gaan slapen. Ik had Sam uit de auto gehaald. Die was wakker. En ik heb Liam uit de auto gehaald. Die was ook wakker, maar die was zo chagrijnig als de pest. Die begint nu iets vrolijker weer te worden. En Jordi is net ontwaakt. Hoppakee. Dus ja. Dan ga ik even drinken maken voor hem. En dan ga ik kijken hoe dat loopt. Oh, trouwens, dit wat je ziet, het is melk. Ik moet mijn bank een keer helemaal schoonmaken. Daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Komt allemaal goed. Dan maak je het jezelf ook zo moeilijk. Hè? Waarom moet dat nou weer? Niet op de stoel staan, dank u.
Ik ga even kijken waar Liam is. Waar is die nou? Oh man, ik heb oké. Jeetje, zagen jullie dat? Hoe Liam lag te slapen? Hij had zelf gewoon alles dichtgemaakt. Echt, dit kind. Voor de rest heb ik niet veel meer gevlogd. Het is inmiddels ook de volgende dag. Ik ben gewoon volledig vergeten af te sluiten. Want ik was spullen van de kinderen aan het klaarleggen voor de volgende dag. Brood smeren. Nou, jullie kennen het allemaal wel hoe het en zijn werk gaat. En ik was blij dat ik een keer op mijn kont zat. Dus, bij deze, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.